Tof dat jullie kijken vandaag naar deze nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het maandag. Het is vandaag maandag 15 oktober. Ik ben al een poosje, net pas thuis. Het is 11:30, dus ik ben net pas thuis. Dus ik ga straks ook even boodschap doen. Maar eerst meteen even de weekvlog van 24 oktober editen. Dat is wat er moet gebeuren. Deze week staat er dit moment niet heel veel op de planning. Eén wat ik moet doen is vandaag weekvlog editen. Boodschappen doen, een beetje mijn kamer opruimen. Morgen de rest eventjes doen. Woensdag echt alles ook opruimen en weggooien. Ja, morgen ook een beetje dingen weggooien. En woensdag een beetje opruimen en schoonmaken en de was doen. En dat eigenlijk is het eigenlijk het enige wat er vandaag op de planning echt verder staat. En eigenlijk een beetje relaxed, ook al is het maandag en het weekend is voorbij. Ik had er vanmorgen wel een beetje moeite mee om naar bed uit te komen. Ik voel me ook niet echt helemaal energiek genoeg. Omdat ik vannacht ook weer uit de bed moest, omdat ik naar de wc moest. Dat was niet grappig. In ieder geval, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet onder op mijn kanaal te abonneren. En veel plezier met het kijken. Deze weekvlog. Het is vandaag woensdag. Gisteren heb ik niet gevlogd, omdat ik dacht laat ik maar lekker even rust doen. Het raam. Nee, YouTube heeft nog steeds een beetje problemen. Ik kreeg mee vanmorgen dat die YouTube-app en site problemen heeft. En nu blijkbaar nog steeds, want hij laat gewoon niet. Dat is heel raar. Ik heb goed gewerkt, dat is wel belangrijk. Ja, maar ja, als YouTube het niet doet, kan ik ook een vlog of video of vlog in de upload zetten. In de planning zetten voor vrijdag. Dus dat is best wel een probleem. Weet je, het is dat ik vooruit wil werken. Ik wil alles al ingepland hebben staan. Maar ja, dit gaat niet als YouTube kut doet. Vandaag moet ik even taken doen. Ik moet ook mijn kamer even doen. Ik moet de trap stofzuigen. Ik moet mijn was doen. Ik moet ook nog de vaatwasser doen. Maar die doe ik morgenochtend aan. Morgen uitruimen als ik terugkom van mijn werk. En ik heb ook straks op 2 november heb ik vakantie. Een weekje, volgens mij. Maar een weekje. Maar ik ga dan lekker vrij. Zaterdag ga ik naar de Efteling. Daar komt een aparte vlog van. Er is al een aparte vlog van wie deze week vlog ziet. Ik ga ze omkleden, even lekker relaxen. En dan straks even naar de winkel even wat drinken halen. Want dat is mijn overgestapt van dat cola naar... Ik mag wel cola drinken, maar niet te vaak. Ik wil neem ik wel een fles cola mee. Maar ik heb nu ook voornamelijk zet het water met het smaakje wat ik drink. En dat is best wel chill, dat is best wel lekker. Nou, dan ben ik weer tussen 3:45. Het is een paar uur later dan vanmorgen. Ik heb al geslapen vanmiddag en even boodschap gedaan. En ik heb mijn geluister van mij even wat dingen besproken over mijn opleiding en dat is. Dat is echt heel erg. Goed mee aan de slag gaan. Maar wat het is waar ik tegenaan loop is mijn vader. Mijn vader gaf commentaar over het feit. Want ik had tegen hem gezegd van hier stop ik mijn rol. Vroeg ik zo. Gewoon aan hem. Blijkbaar was hij niet zo in zijn hum. Dus dat is wel vaker niet. Maar goed. Maar nu was het dat ik het vroeg. En toen zei hij. Je bent ziek zo verslavend. Toen denk ik van. Dat je hier met je eten vlug is overslaven. Dan denk ik van, doe eens even normaal, weet je. Dat jij dat, hij, het mag maar zitten, hij is gewoon verslaafd als computer. Dat is het gewoon. En dan kan hij het niet hebben als wij hem op iets aanspreken. Ja. Wat dat is heel irritant is, dat hij dus irriteert aan het feit dat ik vlog. Hij wil liever dat ik stop met YouTube. Want hij vindt het verrekte onzin. Het is geen onzin, want mijn eigen oom heet zelf ook, dus zijn broer zegt dus, luister, het is geen nieuwe onzin, dit, wat hij doet is onzin, want hij speelt alleen spelletjes, wat wij doen is leuk. Vloggen is daarentegen leuk, heb jij ook mensen in je omgeving die precies dezelfde reacties hebben op wat? Laat gewoon even in de comments, daar ben ik wel naar benieuwd. Ik weet niet of ik vanavond live ga, ik denk het niet, ik denk dat ik gewoon een keertje niet doe. Ik ben nu ook een vlog aan het uploaden of deze is gepland aan het uploaden, want die komt pas vrijdag online om 5 uur. Maar wat dat is hoe irritant mijn vader zo reageert. Hij wil niet op de camera, dat
hebben jullie wel een keertje al gemerkt. In de werkvlog dat hij het niet wou. Heel raar reageerde een keer. Ik vind dat maar heel raar, want hij is al die tijd al in de vlog geweest en nooit geen probleem. Maar mijn moeder vindt het niet erg, die vindt het alleen maar leuk, die kijkt het zelf ook. Die vindt het hartstikke leuk dat ik dat doe. Het is vandaag donderdag en het is inmiddels 1:05. Ik heb mijn kamer een beetje opgeruimd en schoongemaakt voor het grote deel. Alleen hoef ik nu nog de vloer te stofzuigen en te dweilen. En dan even mijn vuilniszak nog weg te gooien, de prullenbak dicht te doen. Dan ben ik klaar. Want vandaag, gisteren had ik eigenlijk moeten doen, maar omdat gisteren een andere begeleidster er was en een beetje de hectiek was, want ik moest met een andere huisgenoot eigenlijk nog steeds een taak doen. Dat is dus er niks van gekomen, maar dat is niet erg. Ik moet straks even naar de kruidvat en even naar de specservice toe voor de lenzenvloeistof. Kruidvat voor opzetborstel moet ik hebben, voor mijn tandenborstel. Die moet ik hebben, want ik heb er niet. Ik dacht dat ik het had. Ik had laatst nog wat gekocht voor mijn vakantie. Maar daarna was het gewoon echt isifuji. Ik weet niet waar naartoe, maar heel raar. Dus ik ga straks even nieuw halen. Want nu poets ik met de handtandenborstel nog steeds. Terwijl ik eigenlijk met de elektrische moet. En ik wou dat gaan doen, maar toen zijn die borsteltjes in één keer fuji. Het is vandaag vrijdag en ik heb weekend. Ik was 10:30 klaar. Ik heb lekker even gegeten. Het is inmiddels dus nu 1 uur later. Het is bijna 10:50. Ik ga me zo omkleden en richting Renkum. Hier van de schuin achter het huis is het dak opengehaald. Dan gaan ze het dak op de kapel plaatsen. Volgens mij lijkt het wel. Ik weet het ook niet, want er staat een vette dikke hijskraan hier ook. Maar goed. Heel apart is dat om te zien. De dakpannen zijn weggehaald. Je ziet de kamers gewoon. Het is heel, heel raar. Ik ga dat niet filmen om niet te weten of die gasten er nog staan hier. Heel gek om te zien. Het is heel raar gesteld. Maar ik zou volgend jaar gaan verhuizen, maar mijn bouw is vertraagd. Het een en ander wat opgezocht gisteren, vorige week ook even over. Daarover. Maar over trouwens, over dat van de week. Ik heb niet heel veel gevlogd deze week. Ik ben niet echt naar buiten geweest. Of tenminste, ik heb niet buiten gevlogd. Kwam ook zo. Ik heb vorige week dus had ik het vrij. Dan had ik, dat is nu mis, niet dus. Ik had dus vrij en ik had toen die dag vorige vrijdag dus een jaargesprek gehad. En werd bekeken hoe ik het had gedaan. En gisteren, vorige week heb ik dat dus ook niet gevlogd en niet eens aan jullie verteld eigenlijk. Dat was dus zo'n gesprek dat er werd, een soort evaluatie eigenlijk, dus er werd bekeken. Eén keer per jaar wordt dat wel eens bekeken van, naar mijn plan. Dus in principe mijn behandelplan, een soort van. Ik kan het wel een beetje weer vergelijken. Er wordt gekeken naar mij van hoe ik het gedaan heb dit jaar. Dus er wordt gekeken van hoe ik heb me gedragen en alles. Ik heb ook bepaalde doelen die ik heb. Bepaalde doelen zijn is mijn kamer. Maar omdat de kamer hier echt gewoon niet groot is. Ja, jullie hebben mijn kamer echt nooit een keer nooit toegegeven of zo. Ik wil dat best doen. Maar ja, dat er nog her en der wel wat dingen staan die weg moeten, doe ik dat nog niet, zeg maar. Maar mijn kamer is niet echt groot. Ja, ik zal even iets laten zien. Waardoor mijn kamer dus niet groot is, is het door deze. Kan je heel het dak. Daar staat nog wat troep. Dat ook. Naast mijn kledingkast, daar dus ook, staat schildflessen voornaamste. Mijn kledingkast, dat is ook niet netjes, moet ik ook nog even opruimen. Maar voor de rest is alles netjes. Dat is het dekbed die er vannacht af is gegaan. Want hij had dat, want mijn dekbed lag er half uit al. Dat was niet leuk. Dus een klein stukje van mijn kamer laten zien. Want mijn kamer is niet heel groot. Dus een roomtour heeft geen zin. En volgend jaar zouden we eigenlijk dus verhuizen naar een appartementengebouw. Complex. En er komen een paar van bellen kom uit. Komen hier naartoe. Of komen hier naartoe. Ga het ons mee verhuizen.
Maar omdat de bouw vertraagd is, gaat dat niet door. Nou, ik ben al renken al een poos. Het is middels 8 over 2. Ik ben net terug eigenlijk van de winkel. Ik heb ook even de boxing net opgenomen. Daarop zit ik hier. Nu, ik ga zo meteen lekker naar mijn bed verkassen. En ik ga lekker even relaxen. Morgen ga ik een dagje weg. Heb ik wel op zich wel zin in. Ik moet alleen zo nog even een kaartje voor de Efteling even aanschaffen. Dan kan ik me vanavond het treinkaartje en de Eftelingkaartje uitprinten. Want ik ga eens kijken waar ik mijn ene harnas heb gelaten. Want anders kan ik morgen niet onwhite filmen. En dan heb ik een... Want volgens mij had ik er één. Laatst nog. Hier. Die zocht ik. En dan ga ik morgen filmen met deze action camera. Het is heel klein vergeleken met die camera waar ik nu mee vlog nu. Het is echt gewoon een groot verschil. Maar daar ga ik dus mee filmen. En dan heb ik dus deze case erbij. Ja, die zit standaard niet bij deze camera. Maar als je hem krijgt. Dus dat is wel fijn. Dan moet ik alleen deze nog even opladen. Opladen. Doe ik zo even lekker opladen en dan is hij ook weer klaar. En voor de vakantieafspraken gaat nog niet zo snel. Dat duurt nog wel even voordat ik het geld echt goed bij elkaar heb. Ik probeer het best wel snel bij elkaar te gespaard hebben. Aangezien ik zit te denken dat het wel gaat. Deze maand kon ik dus niks apart zetten omdat het niet ging. Omdat dit deze maand wel een beetje duur was. Maar dan heeft iedereen het wel eens. Dus vandaag zaterdag. Dus... Waar 7:10. Ik ga me zo klaarmaken, want ik heb een dagje in de Efteling. Wanneer je deze week vlog ziet, is er een aparte vlog van de Efteling al online. Wat ik wel mag doen bij Efteling is onwhite filmen. Die harness ga ik straks ook zo meteen even voor vertrek even omdoen. Onder die ene vest die ik aangetrokken die ik altijd aan heb, die groene dan. Omdat dat toch op een of andere manier toch lekkerder zit. En ook nog niet zo opvalt. En dan hoef ik ook niet als ik in de Efteling ben die harness dan om te doen. Of ik denk dat ik die harness om doe als ik richting de ingang van de Efteling loop. Sorry, ik heb gisteren niet veel meer gevlogd. Vanmorgen ben ik vergeten de weekvlog verder te doen. Omdat ik natuurlijk een beetje druk was met het vlog ervan te editen. Daardoor start ik nu pas verder en doe ik de vlog verder. Maar ik ben inmiddels ook bezig met de thumbnail van de vlog die van de Efteling. Wanneer je deze ziet, staat die al online. Het zit zo, ik heb net 2 series opgenomen die nieuw zijn en nieuw komen op mijn kanaal. Ik ben bezig met de thumbnail ervan in ieder geval. Die vloggen zijn inmiddels aan het renderen. Die duurt nog 24 minuten. Ik heb dus een nieuwe serie opgenomen op mijn kanaal. Omdat ik dat heel graag wou. Altijd al. Dit al de hele poos wil doen.
En die heb ik uiteindelijk opgenomen. Het eerste video is er al. Het andere moet ik nog even afmaken. Even veel laatste van het laatste onderdeel van filmen. Ik ben moe, nog steeds van gisteren. Vanavond ga ik weer terug naar Wageningen. Dus over een poosje ga ik, of een paar uur ga ik weer terug. Nou, ik ben weer in Wageningen. Even kijken hoe laat het is. Ik heb ook net een paar brieven weer binnengekregen. Het is 6:30. Ik heb net ook even boodschappen gehaald. Die heb ik hier liggen. Ik moest alleen even mijn lens uitdoen. Want ik had mijn vliegje tegen mijn lens aan. Of in mijn oog. En daardoor zit de lens nou niet meer helemaal lekker. Dus dat is bedankt, vlieg. Dankjewel daarvoor. Dus in Renke, mijn Wageningen zitten van die kleine kutvliegjes. Of mugjes. Die dus in je ogen of tegen je gezicht aan gaan komen. En zelfs ook soms in je haar. Dat is echt niet grappig. Het is 9:30 geweest. Ik ben gedoucht. Als zo'n mascara onder mijn ogen zit en ik zie een panda. Als een panda eruit, boeit mij nog geen reet. Wel, ja, ik heb nog geslapen. Kijk, ze zijn dit wel van me gewend. En dat hoort er ook een beetje bij. Ik heb spierpijn in mijn linkerarm. In mijn rechterbovenarm, in mijn schouder. Mijn schouderblad daar doet het echt zeer. Ik heb het ook koud. Ga ook lekker slapen. Wekker staat om 6:15. Morgen moet ik weer heel vroeg mijn bed uit. Dus 6:15 morgen begint weer een nieuwe week voor ons allemaal. Voor sommigen is de vakantie nog en we gaan voor de herfstvakantie. Voor sommigen is het er weer voorbij. Voor hier is het in Zuid, volgens mij voorbij bijna. Volgens mij. Ik weet het niet meer. Nu voel ik me aan die spier die het zeer doet. Morgen ga ik cake eten met de begeleidster. Dat is wat ik ga doen ook. Eerst morgen eens werken. Deze week heb ik volgende week heb ik een gesprek gehad woensdag. Volgens mij dan krijg ik morgen nog te horen of het nou goed gekeurd is of niet. We hebben er nog geen antwoord op teruggehaald. Maar dat komt misschien nog wel. Als het goed hebben we aankomen doen, dus een gesprek over mijn opleiding en alles. Dan gaan we een beetje regelen nu echt. Ik wil een opleiding gaan volgen. En natuurlijk als ik een opleiding ga volgen wil ik toch wel proberen blijven te vloggen. En toch proberen ook vast te houden aan de 3 dagen uploadschema. En anders probeer ik het gewoon aan 2 dagen te doen. Dat kan ook. Ik keek vandaag heel veel shoplogs. En nu krijg ik zin om voor de kerst mijn kamer op te vrolijken. Als jullie dat leuk lijken, laat het gewoon weten in de comments. Of ik dat zou kunnen moeten doen. Ik heb hier een kerstboompje op mijn kast liggen. That's it. Maar misschien dat ik daar ook nog een kleine dingetje voor kan halen om erin te hangen. En dat ik hier voor kleine dingetjes voor mijn kamer op de kasten neer kan zetten bijvoorbeeld. Ik mag helaas niks ophangen hier vanwege brandgevaar. Dat mag niet. Ik mag hier geen slingers of wat dan ook ophangen vanwege brandgevaar niet. Dus een instelling is mag het niet. Dus dat. Zo, maar als jullie het leuk lijken dat ik het ga doen, dat ik mijn kamer een beetje opvrolijk en dat ik daar een keer een shoplog over maak, laat het gewoon weten in de comments. Dus in ieder geval, vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet niet onderop mijn kanaal te abonneren en een super vriendje bij een nieuwe week.